Hallo en welkom bij Vak TV. Creativiteit en creativiteit in het onderwijs, dat blijft ons fascineren. Na een onderwijsprijs, een creatoraat en een boek over creativiteit zijn wij, Joris en Koen, zeker nog niet klaar. Onze fascinatie voor creativiteit leidt ons tot een zoektocht naar het nut van de brainstorm in creatieve processen. Is de huidige opzet wel goed genoeg? Of kunnen we onze hypothese, fuck the brainstorm, over een aantal maanden bevestigen? We gaan op onderzoek uit. Welkom weer bij de volgende podcast. En leuk dat je wellicht weer luistert. En we hebben een nieuwe gast. Die gaan we zo vragen om zich even voor te stellen. We hebben natuurlijk met mensen uit andere hogescholen gesproken. Collega's van ons om verder die ontdekkingstocht van ons fuck the brainstorm vorm te geven. Veel leuke inzichten gehad, maar toen vond het ook tijd om weer verder te kijken en ook wat meer buiten de schoolgrenzen om. En toen dachten we, hartstikke interessant misschien om met mensen uit de praktijk eens te gaan praten. En toen kwamen we bij Jotam uit, een oud student notabene, heel lang geleden. Dus die zat bij ons toen Joris en ik nog vrij jong waren, onervaren, dus daar heeft hij het mee moeten doen. Moet je nagaan als hij nu les zou volgen van ons. Trauma's. Kunnen we even vragen, Jotam? Voordat je jezelf zo kunt voorstellen, wat is je meest traumatische herinnering? Traumatische herinnering? Nou, die weet ik sowieso nog wel, die weet ik nog heel goed. Dat was mijn pitch bij de Spin Awards. Dat ik een volledige blackout kreeg met een hele volle zaal, dat ik gewoon niet meer uit mijn woorden kwam. En dat ik eigenlijk een heel leuk, goed idee had en die ik gewoon niet goed kon overbrengen op de jury. En daardoor dus ook verloren. En dat weet tot de dag van vandaag nog steeds pijnlijk, hoor. Ik weet dat nog heel goed inderdaad, want we vonden jou best wel een goede student. Hadden we veel verwachtingen van en toen een beetje net voor die eindstreep toch nog toch even onderuit. Ja, precies. Ja, zo heb ik hem dus ook ervaren, hoor. Ja, nee, dat was hartstikke zuur. Ik kreeg nog gewoon een volledige blackout en het kwam er niet meer uit. Dus daar wel veel van geleerd hoe dat ik het niet moest doen. Ik kan me eigenlijk die blackout niet zo heel goed herinneren, maar het idee wel, ter geruststelling. Ja. He, want het was een idee waarbij je je boeken kon uitlenen aan andere studenten. Met een klein verdienmodelletje erachter. Dat was echt wel een top idee. Ja, we hadden het ook echt helemaal. Hè, ik heb natuurlijk ook een beetje een designachtergrond. Hè, dus ik had het ook helemaal visueel uitgewerkt. Alles op en eraan. Super toffe, catchy naam zat eraan vast. En op het moment, voordat ik de pitch ging doen, had ik echt helemaal uitgeschreven wat ik ging vertellen, pagina's volgekladderd over hoe dat mijn pitch zou moeten zijn. En op dat moment raakte ik de draad kwijt en was helemaal weg. Helemaal. Ik kon me ook niks meer herinneren. Nee, ik heb een beetje lopen brabbelen volgens mij. En zo heb ik de tijd vol gekregen. Nou ja, onze luisteraars zullen zich inmiddels wel afvragen. Wie is die man met die blackouts? Dus stel jezelf even voor. Ja, hij is wel gegroeid. Ja, je bent wel daarna professional geworden. En school is nog goed om een keer onderuit te gaan. Daarna ben je zo is maar net. Zo is maar net. Wie ben je? Ik ben Jotam Veer, ondertussen 32 jaar. Inderdaad, zoals jij net ook al aangaf, Koen. Afgestudeerd communicatie. Ongeveer zo'n 6-7 jaar geleden, denk ik, ondertussen. Uiteindelijk het werkveld ingegaan, altijd bij digital agencies gewerkt. En ik werk nu bij Netflix als digitaal stratege en service designer. En daarbij help ik eigenlijk organisaties met het helpen van het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten. En dat doen wij bij Netflix met zo'n 55 man personeel. Waaronder ik in het team eigenlijk een soort van innovatieteam zit. Waarbij ik met een aantal collega's van mij, er zitten ongeveer 3 in mijn team, echt die organisaties helpen met het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten. Nou, klinkt wel mooi. Digitaal strateeg en service design, die terminologie, die hebben ze tegenwoordig wel mooi gemaakt, of niet? Heel mooi. Wat is dan even het belangrijkste element? Want je zegt, ik zit best wel in een innovatief team. 55 man is trouwens groot, hè? Wat is bijvoorbeeld een traject wat je dan voor klanten doet? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij ons komen eigenlijk gewoon vraagstukken naar voren van organisaties die al heel lang hetzelfde doen. En eigenlijk op zoek zijn naar, oké, hoe kunnen we dit nu efficiënter oppakken middels digitale kanalen, digitale middelen. En wat hebben we daarvoor nodig om dat te kickstarten binnen zo'n organisatie. En wat wij met zo'n organisatie doen, is dat wij eigenlijk samen in co-creatie met hun hier naar hun vraagstuk gaan kijken. Dat we het vraagstuk gaan onderzoeken. En ook samen met hun gaan kijken, oké, wat zijn nu pijnpunten die we kunnen gaan pakken. Dat zijn behoeftes van klanten waar we op kunnen gaan inspelen, waardoor we bepaalde processen gewoon wat makkelijker kunnen gaan maken, waardoor het allemaal een stuk efficiënter gaat worden.
Nou zitten wij te onderzoeken of we in zo'n creatief proces, als jij beschrijft, hè, eigenlijk die brainstorm zoals we die van vroeger kennen, zoals je hem ook jou ooit geleerd hebben, kunnen fucken door te zeggen van nou, we doen dat eerste stuk, die exploratie, dat ontdekken van de behoeftes, dat doen we zo goed, dat eigenlijk die brainstorm ja, voor het basale idee bijna overbodig is. En eigenlijk vooral nog wordt gebruikt om te kijken van oké, dat centrale idee wat we hebben, hoe werken we dat nou precies uit? Wat betekent het precies? Vindt in dat proces wat jij net aanhaalt, hè, met die klanten en ook die co-creatie, vindt daar dan nog brainstorming in plaats tegenwoordig bij jullie of niet? Ja, brainstorming, jij defineert brainstorming, hè? We zitten wel met elkaar, we zitten met elkaar allemaal aan tafel en we zijn allemaal onze ideeën op losse post-its aan het schrijven. Dus ja, we zijn ergens natuurlijk wel aan het brainstormen. Brainstormen in de definitie van, hè, je komt bij elkaar en je gaat losse ideeën bedenken. Dat is denk ik niet meer iets hoe dat wij het aanpakken. Het is volgens mij veel meer tegenwoordig een procesmatiger. Ja, het is veel meer procesmatiger geworden. Dus je gaat ook veel meer onderzoeken van oké, waar liggen klantbehoeftes? Waar lopen ze dan tegenaan? En hoe kun je die klantbehoeftes en pijnpunten zeg maar vertalen naar een oplossing toe? Dus er zit natuurlijk altijd wel een brainstorm aan vast, zeg maar. Maar vaak komt het idee een soort van vanzelf door het proces te volgen al, zeg maar. Ja, nou dat is precies de situatie die wij dus ook willen. Ja. Ik ben blij dat we jou vandaag spreken. Maar kun je dan wat meer vertellen, zonder nou alle bedrijfsgeheimen weg te geven waarschijnlijk. Ja. Ja, hoe dat je dat proces dan inricht dat dat lukt? Want daar kunnen we dan allicht wat van leren. Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat het, allereerst is het gewoon super belangrijk om te weten wat je wilt gaan oplossen. Wat het probleem is, wat het pijn is, zeg maar, wat je nu echt wilt gaan aanpakken en waar je echt een oplossing voor wilt gaan bedenken. En ik denk dat daar vaak dat het daar vaak al misgaat, zeg maar. Dat mensen voordat ze hiermee aan de slag gaan niet duidelijk voor ogen hebben wat ze nu precies willen gaan oplossen en de volledige context van dat probleem begrijpen. En dat is vaak stap 1. Wij hebben bijvoorbeeld binnen Netflix werken wij middels design sprinting. En een design sprint is eigenlijk een vierdaagse proces. Waarmee je samen met een klant in 4 dagen tijd van een probleem naar een oplossing toe gaat werken. En de oplossing die vertaalt zich eigenlijk naar een werkbare prototype. Die je vervolgens kunt gaan valideren met je eindgebruikers, om het zo maar even te noemen. Bij ons is dag 1 van de workshop. En dat is 8 uur lang. Ga je gewoon samen met een kerngroep van de klant, ga je alleen maar het probleem onderzoeken. Ga je volledig de context ga je samen blootleggen van zo'n probleem. Om te gaan kijken, oké, van wat gaan we nu precies oplossen middels een digitaal middel. Dus in eerste instantie is dat de allereerste stap voordat je überhaupt een brainstorm ingaat, denk ik. En hoe richt je zo'n dag van 8 uur dan in? Ja, buiten het feit dat ongetwijfeld het eerste uur is een beetje kennis maken met elkaar, dat soort dingen, denk ik. Ja, zeker. We hebben daar natuurlijk een aantal oefeningen voor, zeg maar. Hè. Dus bijvoorbeeld een van de oefeningen is bijvoorbeeld, teken nu eens bijvoorbeeld gewoon een map uit, bijvoorbeeld. Dus hoe komt een klant in eerste contact, het eerste moment van contact, tot en met zijn einddoel? Hoe ziet dat proces eruit? Beschrijf nu eens alle stapjes die zo'n klant moet zetten om bij zijn doel te komen. Vervolgens gaan we kijken, oké, waar zien we ergens waar zit de bottleneck binnen dit proces? Dus je hebt eigenlijk een soort van proces uitgeschetst. En ga je samen met die klant ga je kijken, oké, maar waar zien we nu op basis van eigen ervaring, op basis van eigen data, waar er eventueel een bottleneck zit die we moeten gaan aanpakken met elkaar. Dus waar een probleem zit die we moeten gaan oplossen met elkaar, zeg maar. Dus die ga je eigenlijk op dat moment ga je dat definiëren. Dus dan zien we op een gegeven moment van, oké, we zien op het moment dat een klant heeft gesolliciteerd, een potentiële kandidaat heeft gesolliciteerd, dat hij een systeem ingaat en dat op dat moment, zeg maar, die verdwaald raakt in het systeem. En dat niemand meer grip heeft op waar die klant nu precies zit, die potentiële kandidaat nu precies in dat systeem zit. Dat kan een probleem zijn, want dat betekent dus dat enerzijds een potentiële kandidaat geen zicht meer heeft op waar hij nu precies zit in zijn proces, dat hij geen reactie meer krijgt vanuit het bedrijf waar hij bijvoorbeeld heeft gesolliciteerd of wat dan ook. En een bedrijf weet ook gewoon niet meer, heeft geen grip meer op die journey wat een klant wil gaan doorlopen, zeg maar. Dus ja, daar ga je dan op een gegeven moment ga je daarover praten en ga je dat eigenlijk proberen bloot te leggen eigenlijk. Je start dan met een groot probleem, zeg maar, heel abstract, hè, van joh, we hebben iets, dat is dan een soort begin en je gaat dan middels een aantal gesprekken of analyses ga je
steeds dieper prikken en kijken of je bij de pure pijn, of hoe het dan ook moet omschrijven, uit gaat komen. En dat is dan uiteindelijk hetgeen wat je dan beetpakt, zeg maar, of niet? Ja, ja, precies. En dat is dan hetgeen wat je dan beet gaat pakken, zeg maar. Hè? En op dat moment ga je ook eigenlijk een soort van challengevraag voor jezelf definiëren. Dus hoe kunnen we, dat vaak begint zo'n challengevraag met een hoe kunnen we. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat een potentiële kandidaat bij ons solliciteert, altijd in controle is over, zijn eigen journey. Dus dat hij precies weet waar hij in welk proces zit. Nou, daar kun je allerlei oplossingen op gaan bedenken op het moment dat je een challenge-vraagstuk hebt eigenlijk. Maar ik kan me ook inderdaad voorstellen dat als je zo'n journey goed in kaart brengt, hè, want je krijgt dan eigenlijk een situatie, als ik het goed begrijp, dat je zegt van oké, een klant heeft een behoefte en moet door een journey naar een oplossing toe. Je brengt die journey heel gedetailleerd in kaart en je kijkt waar zitten dan de pijnpunten in die journey. Ja. Ben ik eigenlijk kwijt wat ik wilde zeggen. Een heel interessante verhandeling begonnen. Welke maar, stap wilde je maken? Nou ja, in ieder geval wat ik me net ook afvroeg, en ik weet niet hetzelfde als ik wilde aankaarten, is ga je dan ook zeg maar de soort van laddering in, de diepte in van die negatieve emotie, waar komt die precies vandaan? Dat je echt, weet je, we hebben wel eens vaker gedacht, hoe dan die ijsberg gedacht, hè? Want je ziet eigenlijk wel dat iemand een emotie heeft, maar waar komt dat nou echt vandaan? Dat je naar diepere psychologische levels gaat, doe je dat ook dan of niet? Vaak doen we dat altijd in gebruikersinterviews. Dus een onderdeel van ook een designspunt is dat je bijvoorbeeld ook gebruikersinterviews gaat afnemen. En daarin probeer je op een gegeven moment wel natuurlijk te ladderen. Dus daarin ga je ook echt kijken, oké, wat is nu precies het probleem? Waardoor komt het? Hoe voelt een persoon zich in zo'n proces? Om op een gegeven moment ook echt steeds meer, ja, steeds diepere informaties, diepere informatie te achterhalen, zeg maar. Dus dat is vaak een onderdeel wel van het designspunt. Ja. Ik denk ook dat ik wilde zeggen net ook. Als je dat op die manier doet, dan kom je natuurlijk in die journey, kom je op heel specifieke dingen, kom je pijnpunten tegen. En dan kan ik me voorstellen dat de oplossing, als je het pijnpunt echt heel scherp hebt, inderdaad ook vaak dichtbij is al. Ja, zeker. Ja, maar dat zie je vaak ook al wel. Hè? Op momenten, volgens mij is dat ook wel eens een quote, hè? Op het moment dat je het merendeels van de tijd zit hem in het achterhalen wat nu precies het probleem is. En de rest van de tijd spendeer je eigenlijk aan het bedenken van een oplossing. En dat is eigenlijk maar een fractie van de tijd die je eraan spendeert in principe. Ja, maar die kennen we natuurlijk, is Einstein. Maar ik denk dat jij, jouw kennende, zegt van ook ja, maar dan vervolgens die validatie. Ja, daar gaat volgens mij ook heel veel tijd in zitten, toch? Ja, zeker weten. Kijk, ik denk dat vaak is dat denk ik ook wel iets wat wordt overgeslagen in zo'n stap. Hè? Dat je dan eigenlijk op basis van je eigen aannames maar denkt dat de oplossing die je hebt of de pijnen die mensen hebben, dat je dat echt op basis van je eigen aannames gaat invullen zonder dit echt te gaan valideren met de mensen waarvoor je eigenlijk die oplossing aan het ontwerpen bent. Dus juist is het heel erg belangrijk om voorafgaand al met mensen te spreken, zodat je al een beter beeld hebt bij hoe een beleving is, wat er bijvoorbeeld bepaalde behoeftes zijn of pijnpunten zijn binnen zo'n proces. Dat je dat al een soort van als bagage mee hebt op het moment dat je zo'n designsprint ingaat. En in een designsprint ga je dat juist ook allemaal weer valideren middels een oplossing die je hebt bedacht met elkaar. Ja, je loopt als het ware die route inderdaad een aantal keer met elkaar door. Dus ja, ik heb hier iets. Eerst informatie vragen, dan uiteindelijk straks wat maken. En uiteindelijk weer een aantal van die validatieprocessen doorzetten tot je uiteindelijk een definitief prototype hebt. Zeker. Ja, zeker. Ja, want dat moet ook. Maar heel even dan, misschien een zijstap, ik weet niet of dat nou relevant is. Want dat is eigenlijk als je inderdaad een traject loopt met betrekking tot een probleem of een uitdaging waar een klant vaak mee komt. Dat volgens mij in 9 van de 10 gevallen inderdaad bij bureaus waar jullie werken natuurlijk is van, joh shit, hier zit pijn of vind ik iets lastig, wil ik graag een oplossing voor. Voorzie jij een heel andere brainstorm, en dat heb je al in het begin gaf het een beetje aan, je bent er zelfs, toen had je een blackout zeg maar, bij het spin-idee. Dus dat je eigenlijk zegt van, joh, ik moet iets compleet nieuws bedenken, dus dan moet je bijna zelf op zoek naar pijn. Is dat dan een ander traject? Of zeg je van, nee, volgens mij kunnen die dingen heel dicht bij elkaar liggen. Als je dan tot een oplossing zou moeten komen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Ik denk dat het heel erg dicht bij elkaar ligt, zeg maar. Ongeacht zeg maar, wat eruit moet komen, en product, dienst, reclame, concept of wat dan ook. Het moet wel ergens op gebaseerd worden. En waarop op basis van welke pilaren ga je een concept bedenken eigenlijk. Hè? En ik denk dat dat altijd voorkomt uit een soort van onderzoekje doen naar de mensen voor wie je het wilt gaan maken, zeg maar. Dus een onderzoekje kan zijn dat je een interview gaat doen, kan zijn dat je gewoon wat
wat research gaat doen, wat desk research gaat doen of wat dan ook. Om erachter te komen van, oh, hier zit een bepaald thema wat ik wel interessant vind. En hoe ga ik daar wat meer informatie ophalen om vervolgens daar een idee op te bedenken? Ik denk namelijk dat het gewoon heel erg noodzakelijk is om wel met die mensen te gaan, om überhaupt wel met mensen te gaan spreken, zodat je wel wat meer informatie hebt en wat diepere inzichten gaat verkrijgen, zeg maar. Zit dat in je vraag of zit het nog heel even? Ja, ja. Vraag, ja, dus want je eigenlijk al heel vroeg, als je al een richting hebt bepaald met de KVO, ook denk dat daar iets interessants zou kunnen zitten, dat je dan alweer gelijk gaat kijken, oké, maar als dat zo zou zijn, wie heeft er dan mee te maken? En met die mensen moet ik dan praten, moet ik als het ware vragen voorleggen om te kijken of die pijn er echt is en waar die pijn dan precies zit. Want dan ga ik het realiseren dat ik of gelijk heb of er pijn zit. Zo ja, ga ik een niveau dieper. En als dan ergens bepaalde pijn zit, dan wil ik ook nog met een verdiepingsslag proberen te kijken, maar waar zit het echt in? Zit dat ik echt precies kan prikken, zeg maar. Dat is dan hetgeen wat je als het ware een soort lettering doet. Okay. Ja, ja. Een ander dingetje, Jotam, want we hadden het net over dag 1 van 4 dagen. Vind ik op zich wel interessant om ook eens te kijken hoe dat die andere dagen plaatsvinden, wat daarin gebeurt. Dus daar kunnen we zo misschien even op ingaan. Wat ik me afvroeg, en misschien is dat een voorschot daarop hoor. We hebben een collega bij Fontys, die noemt zichzelf ID-DJ, Ramon Vullings, hartstikke leuke vent. Leuke auteur ook, goede spreker. En die is toch wel heel erg ook van de boodschap van, ja, je moet goed om je heen kijken en in andere sectoren ideeën eigenlijk gaan jatten, lenen en op die manier innoveren. Is dat dan een stap die er ook ergens in zit of niet? Dat je echt gaat kijken van hoe doen anderen dit? Ja, heel leuk. Ja, wij hebben een stap in de design sprint. Dat heet bij ons heet dat Lightning Demos heet dat. En daarmee ga je echt als groep zijnde, en zo moet je het even zien, hè. We zijn echt met binnen zo'n design sprint zit je echt met een groepje van maximaal 6 personen zit je gewoon aan tafel. En daar is een onderdeel van. Dan ga je ook echt een uur lang ga je inspiratie zoeken. Dus je hebt op een gegeven moment heb je een challenge vraagstuk heb je omschreven. Dus hoe kunnen we, puntje. Dat is een challenge. Ga je kijken hoe dat andere bedrijven, organisaties, hoe dat ze dit al oplossen met andere ideeën. En ga je eigenlijk gewoon op basis daarvan ga je gewoon eigenlijk ideeën opdoen. En dat kan zijn binnen de branche, buiten de branche, kan digitaal, analoog zijn. Maar eigenlijk alleen maar inspiratie opdoen om te kijken hoe dat andere partijen al een soortgelijk probleem hebben getackled. Want wat je gewoon wel vaak ziet, vaak zijn er al heel veel oplossingen zijn er al. En kun je ze gewoon alleen maar in het juiste perspectief zetten en kijken wat je kunt gaan gebruiken in je eigen oplossing. En dus dat is een heel groot onderdeel. Ja, dus ga je echt een uur lang ga je als groep zijn, dan ga je individueel ga je inspiratie opzoeken. En een onderdeel daarvan is ook dat je het ook gaat terugpresenteren aan de groep. Dus dat je dan gaat zeggen van oké, nou luister, ik heb dit gevonden bij deze partij. Ik vind dit en dit vind ik interessante onderdelen. Die ik wel mee zou willen nemen in de oplossing die wij gaan bedenken. Oké. Dus dat is eigenlijk weer. En dat zit nog in die eerste dag of zit het al in dag 2? Dit zit toevallig in dag 2. Oké, maar wel langs dus eerst breed, dan op een gegeven moment zoomen en dan ga je inzoomen op de branche, zeg maar. In ieder geval de omgeving om te kijken van joh, is leuk, dit is geen uniek probleem waarschijnlijk, maar een probleem wat vaak in een andere context al een keer beet gepakt is en daar een oplossing voor bedacht. Ja, dus maar dat is nog steeds dus onderzoeksfase, toch? Zeker. Of eigenlijk voortrekt, zeg maar. Ja, echt inspireren. Eigenlijk nog inspiratie opzoeken hoe dat je denkt je probleem op te lossen, zeg maar. En dan kijken hoe dat andere partijen dit al hebben gedaan om ervan te kunnen leren. Hoe zit dat dan in dag 2 nog meer? Want ik kan me voorstellen dat je dit heel veel doet. Eigenlijk inspiratie opdoen. En dan straks misschien inderdaad, maar dan moet jij maar aangeven welke dag inderdaad die slag naar het idee gemaakt wordt. In zo'n dag 2, ja, kijk naar omgevingen, kijk naar andere branches, kijk naar andere sectoren, andere bedrijven. Wat doe je nog meer dan? Ja, wat we dan gaan doen is alvast onze eerste oplossingsrichtingen bedenken. Dus in dag 2 ga je eigenlijk, in dag 1 ga je eigenlijk ervoor zorgen dat je je probleem zo goed, zo helder mogelijk in kaart hebt. Dus dat je ook met eigenlijk alle mensen aan tafel de neus in dezelfde richting in staat. Dat we allemaal erachter staan dat we dit probleem willen gaan tackelen binnen deze dagen. Dan ga je ook op een gegeven moment, ga je ook in dag 1 zit bijvoorbeeld ook nog een stukje waarbij je gaat kijken. Wat willen we dan allemaal gaan valideren binnen deze week? Hè? Dus wat willen we gaan valideren met een prototype? En dag 2 staat eigenlijk gewoon in het teken van alvast ideeën opdoen. Dus de ochtend bestaat voornamelijk over de lightning demos. Dus dat is inspiratie zoeken, inspiratie ook delen met de rest van de groep.
En een onderdeel wat daarna volgt is dat je alvast een eerste aantal oplossingsschetsen gaat maken. Dus dan ga je echt op papier ga je gewoon schetsen. Hè, je gaat samen ga je bepalen, oké, nou, dit vinden wij elementen die we graag terug willen zien in onze oplossing. En daar ga je ook als groep zijn, dan ga je ook stemmen op bepaalde onderdelen. Dus wat vinden we echt goede punten van andere concurrenten of andere oplossingen? En hoe kunnen we die punten terug laten komen in onze oplossing? Nou, daar ga je op stemmen. En op het moment dat je dat hebt gedaan, ga je eigenlijk voor jezelf oplossingen tekenen. En dat betekent echt dat je gewoon een pen en papier erbij gaat pakken, een stift erbij gaat pakken en gewoon gaat scribbelen, zeg maar, hoe dat jouw oplossing eruit moet komen te zien. En dat gaat eigenlijk, iedereen doet dat dan individueel. Dus dan krijg je ook 6 verschillende oplossingen. Dus de een bedenkt misschien wel een chatbot, de ander bedenkt weer een andere toepassing voor de oplossing. En op die manier gaan we kijken, wat is nu een oplossing die echt past bij de uitdaging die we hebben? Hè? Tackelt de oplossing die we hebben bedacht, tackelt die ook echt daadwerkelijk de uitdaging? En hoe past dit dan zeg maar binnen onze oplossing? Als je dat 8 uur op een dag doet, is echt super intensief, hè? Ja. Hoe hou je dan het energielevel hoog en de sfeer erin, zeg maar? Heel veel snoep eten. Nee. Wat wij eigenlijk hebben, we hebben natuurlijk allemaal een beetje van, we hebben wel energizer opdrachten, zeg maar, die we wel binnen de groep kunnen gaan doen. Maar wat je voornamelijk ook ziet, is dat dat juist door die pressure cooker, zeg maar, is dat je binnen 8 uur tijd gewoon eigenlijk heel veel output moet gaan genereren. Want dat er ook al voor zorgt dat je juist al heel erg hoog in je energie blijft, zeg maar. Want je bent eigenlijk continu ben je gewoon door aan het gaan. En je bent gewoon steeds van inspiratie op aan het zoeken. Ga je gewoon ideeën schetsen. Je bent de hele tijd actief bezig. Je staat ook heel veel. Dus je bent ook niet aan het inzakken. Of je bent ook niet onderuit aan het zitten. Of iets in die trant. Dus je bent echt heel erg actief ook in je houding. Op die dagen eigenlijk. Ja, oké. Okay. Wat ik me afvraag is, mijn ervaring, zeker met het innoveren van onderwijs, het zit vol met design dilemma's. Ja. Zit dat ook ergens in die 4 dagen specifieke aandacht daarvoor? En wat bedoel je dan met design dilemma's? Als in echt ontwerpen? Of? Nou, weet je, als je in een oplossingstraject linksaf gaat, dan ga je per definitie niet rechtsaf. Ja. En dat brengt nadelen met zich mee. Je moet dan vaak keuzes maken. Bijvoorbeeld in onderwijs zit dat heel erg in. Bijvoorbeeld, ik kan een aantal heel interessante dingen doen met studenten, maar die kan ik dan bijvoorbeeld heel moeilijk toetsen. Ja. Wat vind ik dan belangrijker? Ja, ja. En wat geeft de voorrang? Ja, dat snap ik heel goed. En wat wij in een design sprint heb je ook een bepaalde rol. En dat heet de decider, heet dat. En dat is ook degene die we op dag 1 ook van de mensen die betrokken zijn binnen de workshop. Eén daarvan is de decider. Dus dat is ook degene die eigenlijk ook aangeeft, dat is ook degene die keuzes maakt. En op het moment dat we ook zien dat de groep zeg maar in discussie terechtkomt en dat we ook zien dat we ook niet uit die discussie komen, zeg maar, is de decider op dat moment is degene die eigenlijk gewoon de knoop doorhakt en zegt, we gaan gewoon linksaf, want we willen eigenlijk in een zo snel mogelijke tijd, zeg maar, hè, dus binnen die 4 à 5 dagen, willen we tot een oplossing komen die we kunnen gaan valideren. Dus je hebt eigenlijk ook binnen deze tijd heb ik heel weinig tijd en ruimte om te gaan discussiëren of dat we nu links of rechtsaf moeten gaan, want dat wil je eigenlijk gewoon toetsen, want eigenlijk weet je nog niet wat de juiste keuze is. En je weet niet of het nu linksaf beter is dan rechtsaf gaan. Super interessant. Super interessant, maar ook wel heel moeilijk. Want uiteindelijk moet die beslissing blijven staan. Er moet ook een soort draagvlak zitten. Dus je moet heel goed dan gaan aanvoelen wie is er geschikt voor die rol. Moet iemand zijn mensen met overzicht ook? Hoe bepaal je dat dan? Wat wij altijd doen, hè, dus wij hebben ook voordat we zo'n design sprint ingaan, zeg maar, wordt er ook echt wel een intake gedaan samen met een klant. Hè. Dus dan gaan we ook echt wel kijken, oké, wie zijn nu de juiste mensen om aan tafel te hebben, zodat we ook de juiste keuzes kunnen gaan maken. Dus daar zit ook echt wel een soort van multidisciplinair team aan tafel, ook vanuit de klant, die vanuit verschillende invalshoeken bepaalde macht heeft op het proces eigenlijk. En dat, de design sprint is er eigenlijk ook voor bedoeld om juist die draagvlak te creëren, hè, zodat je eigenlijk zo snel mogelijk naar een oplossing toe kan gaan werken en samen gaat bepalen, oké, gaan we links of gaan we rechtsaf. En als we er niet uitkomen,
daar moet er uiteindelijk wel één iemand zijn, zeg maar, die daar de knoop op kan doorhakken. Ik snap wel, je zegt dat inderdaad een lastig iets is. Inderdaad. Dat mag niet dominant, maar ook weer niet een te soft figuur zijn, zeg maar. Want anders ga je sturen en dan krijg je inderdaad ook... Het ook vaak maakt met aanzien of zo, dat je bijna ziet, man. Ja, natuurlijke autoriteit heb je dan eigenlijk nodig, denk ik. Ja. Ja, wat je toch wel ziet is dat het een heel democratisch proces is uiteindelijk. En wat ik net ook al een keertje aangaf is bijvoorbeeld te werken ook met stemmen. Dat noemen wij dan topmocracy, heet dat dan. Hè. Dus dan heb je eigenlijk allemaal, als we dan fysiek werken, heb je ook allemaal stemmen. Dus dan krijg je een soort van ronde post-itje krijg je dan. En eigenlijk iedereen gaat ook voor zichzelf, gaat ook stemmen op onderdelen of beslissingen of keuzes die we moeten maken, waar de groep naartoe stemt, zeg maar. Dus stel je voor, we hebben dadelijk 5 keuzes en eigenlijk de groep gaat individueel kiezen met een stem die ze kunnen uitbrengen, welke keuze ze het beste vinden voor deze design sprint. Dus daar zie je ook heel visueel waar merendeels van de groep naartoe neigt, zeg maar. Dan krijg je niet vaak een gewenste kleuring, hè, van, ik bedoel, kill your darling, krijg je, ja, maar dit was ons idee, dus dat is het beste idee. Dus dat je moeilijk over je schaduw heen kunt stappen, of gebeurt dat niet zo vaak? Als jij mee zou doen, welke. Hoe dat wij dat doen, is eigenlijk krijgt iedereen, bijvoorbeeld er liggen 5 keuzes hangen aan het bord. En dan krijgt iedereen eventjes een minuut de tijd om die 5 keuzes eventjes goed door te nemen. Om ook eventjes de impact ervan goed tot zich te laten nemen, zeg maar. En dan krijgen ze van ons gewoon in één keer een paar seconden de tijd om zo snel mogelijk een stem uit te brengen. Dus je hebt ook geen last van social proof, want we zien bijvoorbeeld op 1 post-it zien we al heel veel stickers staan. Dat krijg je dan eigenlijk niet. Mensen moeten meteen gaan plakken. En op die manier krijg je heel duidelijk te zien, ook visueel, waar merendeels van de groep naartoe wil bewegen. En op het moment dat je dus inderdaad ziet van er zijn 3 post-its met evenveel stemmen. Ja, dan moet je met elkaar een discussie aangaan van wat krijgt nu op dit moment de hoogste prioriteit. En dan wordt het weer een democratisch gegeven. En dan ga je samen weer in overleg van waarom deze wel en deze niet. Zie je dan ook niet vaak juist in zo'n proces, hè? Dat zie je soms, we roepen dat vanuit een brainstorm, hè? Heel voortborduren op een idee, hè? Dat pak je vast en ja en zeggen wel. Zie je dan ook niet als je met een aantal teams werkt en je krijgt 4, 5, 6 oplossingen, dat je bijna ziet, maar wacht even, dat zijn er 5 of 6 individuele oplossingen. En ja, misschien heeft eentje misschien de voorkeur, maar wacht, we kunnen combinaties gaan zoeken, hè? Dan krijg je meer dat symphony effect. Zie je dat dan vaak terugkomen van... er is een lichte voorkeur, maar aan de andere kant, als ik nou elementen van die andere ideeën kan toevoegen, dan krijg ik nog een veel beter idee. Is dat wat je vaak ook ziet of gebeurt dat weinig? Nee, zeker. Dat is juist wat je heel vaak gaat zien, is dat je met elkaars ideeën en soort van uiteindelijk, dat je die gaat samenbundelen tot één idee. Want er zitten waarschijnlijk een aantal onderdelen van elkaars ideeën die je dan toch wel interessant vindt. Hè? Waarvan je zegt van, dit zou ik er toch wel heel erg graag bij willen hebben of in willen hebben, want dit vinden wij goed, hè, voor een bepaalde reden. Dus dat ga je dat allemaal combineren in een soort van uiteindelijk final oplossing, zeg maar. Dan zit je eigenlijk in een soort convergerende fase al met elkaar. Inderdaad, van hop, oké. En als we terugpakken naar de 4 dagen, hè? Want dag 1 is mij best wel duidelijk. Hè? Dat is echt zoeken naar die pijn, de route in kaart brengen, met gebruikers misschien gaan praten, dat soort dingen allemaal. Dag 2, inspiratie, hoe lossen anderen dit op en wat zijn dan de eerste oplossingsrichtingen? Hoe gaan we dan verder op dag 3? Ja, dus inderdaad, dag 2 ga je dus inderdaad allerlei verschillende oplossingsrichtingen ga je met elkaar bepalen. En dag 3 staat eigenlijk een beetje in het teken van keuzes maken. Dus in de ochtend gaan we nog een soort van onze laatste ideeën gaan we bijschaven. En op dat moment gaan we ook met elkaar keuzes maken van wat is het idee dat we in een design sprint willen gaan uitwerken tot een prototype waarmee we onze aannames kunnen gaan valideren. Dus op het moment dat we op die woensdag dan zijn aangekomen, gaan we eigenlijk in eerste instantie in de ochtend gaan we keuzes maken wat we dan gaan valideren en wat er in de prototype moet komen te staan. Dus hoe dat het prototype eruit moet komen te zien, wat er misschien functionaliteiten zijn die we daarin willen gaan uitwerken. En de middag staat in het teken om een storyboard te gaan maken. En een storyboard staat in het teken van we willen gaan prototypen, maar hoe moet de verhaallijn eruit zien? Hoe willen we het gaan prototypen? Dus gaan we er misschien een soort van verhaal omheen bedenken die we mee moeten gaan nemen in het prototype voordat we het kunnen uitleggen aan een gebruiker op dag 5.
Dus okay. Het is eigenlijk een storyboard. Dus dan ga je echt gewoon kijken van oké, zo ziet onze oplossing eruit. Wat is het verhaal wat daaraan vasthangt, zeg maar. Dus dat kan zo zijn. We hebben toevallig een tijd geleden een storyboard, een design sprint gedaan voor een grote wooncorporatie. En dat ging over geluidslast verminderen. Dus wat we daarin zagen is, er zijn allerlei sociale huurwoningen. En die huurders die daar zitten, die hebben last van geluidsoverlast. Dat kan zijn van de buren, de overburen. En dat is eigenlijk best wel een groot probleem geworden. Want ze kregen eigenlijk heel veel meldingen op het centrale punt binnen. Van oké, we krijgen steeds meer meldingen van geluidsoverlast binnen. En wij als woningcorporatie kunnen daar eigenlijk vrij weinig aan doen. Want er zit een partij tussen. Dat heet het Beter Buren heet dat. En je moet het eerst met je buren gaan aanspreken. Je moet je buren gaan aanspreken. Je moet samen tot een soort van oplossing komen hoe dat je dit kunt gaan voorkomen. Wat we eigenlijk wilden gaan doen is, hoe kunnen we het zo makkelijk mogelijk maken voor mensen om hun geluidsoverlast te delen met de woningcorporatie? En hoe kunnen we mensen hierin ook inzage geven in hun dossier? Dus wat is er nu gebeurd met mijn geluidsoverlastmelding? Dat was eigenlijk de challenge-vraagstuk wat we in een design sprint hebben opgepakt. Hoe dat we in die storyboarding terecht zijn gekomen, is wat we daar hebben gedaan. Dus wij hebben op een gegeven moment een oplossing bedacht. En toen zijn wij een storyboard gaan bedenken over wat is het verhaal. Dus bijvoorbeeld het verhaal is, de bovenbuurman is hard aan het feesten en je hebt last van geluidsoverlast. Wat is dan de volgende stap wat je dan doet? De buurman wordt heel erg boos en die gaat op een gegeven moment, het 0800 nummer bellen van de woningcorporatie. En hij vertelt zijn probleem tegen degene aan de klantenservice. En zo bouw je eigenlijk een verhaal op. En op dat moment, dat verhaal dat ga je ook eigenlijk voorleggen aan straks een eindgebruiker. Tijdens de gebruikerstesten. Dus dat verhaal geeft eigenlijk een soort van context over het probleem. Die je vervolgens gaat uitleggen in de gebruikerstesten. Ja, dan identificeer je zeg maar als het ware met de klant. Je probeert het dichtbij te brengen en daarin mee te nemen. Om uiteindelijk inderdaad die oplossing te kunnen bieden. Ja, ja. In een soort van user story, ja. Dat is dan in dag 4 waarschijnlijk. Hè? Want dan zeg je dan dag 3 bouw ik heel erg. Ben ik bezig om keuzes, definitieve keuzes te maken en prototypes te maken. En dan is vaak logischerwijs natuurlijk dag 4 is, dan ga je waarschijnlijk testen of niet? Nee, dag 4 is ga je eigenlijk prototypen. Dus dan ga je echt de oplossing die je hebt, ga je uitwerken. En dat kan echt gewoon een low fidelity prototype zijn. Hè? Dus het kan zijn dat je papier gaat maken of het kan zijn dat je wireframes gaat uitwerken. Maar we kunnen er ook bijvoorbeeld voor kiezen om misschien al een aantal dingen werkend te krijgen. Hè? Dus dan ga je echt al naar een wat uitgebreider prototype toewerken. Hè? Dat je echt misschien al een stukje design of visuele componenten gaat meegeven aan je prototype. Zodat je het echt goed kunt gaan testen. Maar eigenlijk is dag 4 volledig in teken van echt het opzetten van een prototype. Die je straks tijdens je gebruikerstesten kunt gaan testen. En dat is eigenlijk dag 5 al. Hè? Dag 5 is echt het testen. Dat is dan eigenlijk de laatste dag van een design sprint. Dan ga je echt je prototype met gebruikerstesten, ga je die testen. Okay. En dan zit er dan nog een terugloop in, of zeggen we inderdaad, testen, krijg weer feedback en dan pak ik dan weer een dag voor bijvoorbeeld, of niet? Nee, eigenlijk is het, wat wij doen is, in de ochtend is voornamelijk bedoeld voor de gebruikerstesten en in de middag is het voornamelijk bedoeld om vervolgstappen te bepalen. Dus dan ga je eigenlijk alle aannames die je hebt gedaan tijdens voorafgaand aan de design sprint, ga je kijken, oké, hebben we die nu ook gevalideerd met de gebruikerstesten? Wat hebben we geleerd en wat zijn nu inderdaad de vervolgstappen? Wat is feedback die we hebben gekregen? Is het aangeslagen? Denken we dat dit gaat werken? Ja of nee? En dat bepaal je eigenlijk in de middag en ga je vervolgstappen, ga je verder af bepalen. Zit er nou in dat hele proces nog... Het klinkt mooi. Hè? Dus, het voelt als een heel logisch proces ook. In grote lijnen volgen we natuurlijk gewoon het traditionele creatieve proces zoals in elk creativiteitsboek beschreven staat, denk ik. Je vult het dan natuurlijk wel weer helemaal op een eigen manier in. En ik denk ook in een heel mooi tijdskader van 4-5 dagen, wat heel aantrekkelijk kan zijn voor bedrijven. Maar zit er in dat proces voor jezelf nog momenten of onderdelen waar je denkt van, oh, daar zou ik nog best wel verbetering zien? Of daar zit iets waar ik nog niet helemaal tevreden over ben? Of wat een onbevredigend gevoel geeft? Goeie vraag. Wat we vaak nog wel eens zien is dat
En wat ik net ook al zei, van vaak zit er voorafgaand aan een design sprint is echt een intake nodig om echt te gaan bepalen, oké, waar gaan we nu precies op inzoomen, zeg maar. En wat we vaak eens zien op die dag één, dus dat we echt samen zo'n map gaan bepalen, dat we echt samen die context van het probleem goed in kaart gaan brengen, dat we toch zien wat er in de intake naar voren is gekomen, dat dat eigenlijk niet overeenkomt met hetgene wat we in dag één ophalen. Dus dan zit er eigenlijk een, ja, komen we op een gegeven moment toch achter een aantal heel andere problemen die misschien wel een hogere prioriteit krijgen dan het initiële probleem waarmee we gestart zijn. En daar zie je nog wel eens een groot verschil. En ergens is dat ook wel logisch, hè, want tijdens zo'n dag, als je een hele dag bezig bent met het uitpluizen van een probleem en de context te scheppen rond een probleem, dat je op een gegeven moment achterkomt van, oh, het probleem zat toch niet daar, maar zit eigenlijk meer hier, hè, is dat ergens ook wel logisch. Maar dat zou nog voorafgaand aan een design sprint zou dat nog wel eens wat beter kunnen. Ik kan me dat wel voorstellen hoor. Ik bedoel, ja, als je ziet hoe organisaties in elkaar zitten en welke krachten er allemaal spelen, dan komt natuurlijk op dag één iets heel anders op tafel weer. Mensen met de frustraties. Misschien ook wel die niet opgeruimd zijn voordat het begon allemaal. Ja. Nou, maar het is ook wel vaak interessant. Je ziet het vaak ook gebeuren. Is de eerste echte goede analyse, dat bijna, als je die ingang al verkeerd gaat, dan ben je bezig met iets op te lossen. Denk ik, helemaal wacht even, ik zit hier iets op te lossen, maar gaandeweg kom ik erachter dat het veel dieper zit. En op een of andere manier lukt het heel moeilijk, of heel veel partijen ook heel moeilijk, om echt het echte probleem, zeg maar, boven water te krijgen. Ja. Dat kan aan de ene kant zijn dat mensen of te weinig informatie hebben, kan zelfs bijna een soort politiek gedreven zijn, zelfs in settings. Dat natuurlijk ook heel lastig is, dat de echte pijn een beetje verzwegen wordt, dan zit je nog meer inzoomen van, oké, maar is dit nou echt hetgeen waar het zeer doet, zeg maar? Of is dit eigenlijk meer een symptoompje en doet het ergens anders heel erg pijn, zeg maar? Of zit daar de fout? Ja. Ja. Wat je dan ook wel vaak ziet, hè, is dat inderdaad tijdens zo'n workshop, hè, wat ik net ook al zei, is van het is multidisciplinair. Dus enerzijds zit er, ook vanuit de klantzijde, zitten er op een gegeven moment hele andere mensen aan tafel, waarmee bijvoorbeeld onze, wat wij noemen dan de product owner, nooit mee heeft gesproken, of althans weinig mee heeft gesproken, maar op een gegeven moment die input vanuit zoveel verschillende perspectieven en hoeken krijgt, dat inderdaad opeens het probleem een heel andere shift kan gaan krijgen, zeg maar, omdat er opeens nieuwe informatie op tafel komt. En dat is op zich ook al een heel bijzonder iets, hè? Okay. Hey, mag ik een heel andere vraag direct stellen, of wou jij nog een vraag stellen, Joris? Zeker, ik had nog wel een vraag, want ik was wel heel benieuwd. Ik werd al getriggerd ook door het uittekenen van die journey. En daar is goed gaan kijken, waar zit nou die pijn in de gebruikersinterviews. Dat zijn de grote lijnen dingen die wij natuurlijk tegen studenten ook wel roepen. Van ja, ga nou eens met mensen praten. Maar ja. jij bent nu een jaar of wat bij ons weg. Maar misschien weet je nog wel hoe dat studenten in elkaar zitten. En bijvoorbeeld die fase van dat echt goed verkennen van zo'n probleem. Het startpunt analyseren, de emoties. In de afgelopen weken is onze podcast het woord painstorming gevallen. Nou, hartstikke mooi. Maar wat zijn nou dingen in dat traject waar je zegt van ja, daar moet je opletten met jonge mensen. Want dat zijn studenten eenmaal met weinig ervaring. Ja. Want daar doen ze niet vanzelf of daar hebben ze hulp bij nodig. Of hoe kijk je er tegenaan? Ja, als ik het nog een beetje reflecteer aan mijn tijd nog binnen de studie. Als op het moment dat het inderdaad ging over interviews houden en met mensen gaan praten, was dat toch altijd wel iets wat heel erg wat mensen toch wel heel erg spannend vonden om te doen. Mm-hmm. Toch wel iets van, oh ja, ik heb dan ga ik liever even met mijn moeder of mijn broertje praten, want dat voelt heel erg vertrouwd, zeg maar. Dus dan blijf je een beetje in je comfortzone zitten. En dan weet ik nog, volgens mij hebben we daar best wel eens een keer wat gesprekken over gehad, nog destijds tijdens mijn studie. Ik denk dat het echt noodzakelijk is, juist voor mensen die nog heel weinig ervaring hebben, is door juist buiten je comfortzone te stappen en te zeggen, oké, weet je, ik ga gewoon echt met die mensen praten, ongeacht of ik me daar nou comfortabel bij voel of niet. Want je wilt gewoon, ook tijdens je opleiding, wil je gewoon wel met bepaalde oplossingen of ideeën komen, wat ook echt gedragen kan worden, zeg maar, door de mensen waarvoor je het eigenlijk in principe doet, hè. En als je een beetje blijft hangen in je bestaande kringen, dus je broertje, je moeder, je vader, en je vriendjes en vriendinnetjes, daar kom je denk ik niet echt helemaal tot aan de kern van het probleem wat je wilt gaan onderzoeken. En dat merk ik nog wel vanuit mijn eigen ervaring, dat er gewoon heel erg weinig werd gedaan. Je moet gewoon kaart verboden worden. Je mag je inner circle in principe niet echt gebruiken. Nee, je mag het niet doen. Nee, je mag het gewoon niet doen. Net bijvoorbeeld vandaag, ik heb het net vandaag ook. Wij zijn bezig voor een grote klant van ons. Daar ben ik nu gebruikersinterviews aan het doen ter voorbereiding voor een workshop die wij volgende week moeten gaan doen. Dus ik heb vandaag 5 interviews gepland staan met medewerkers van dat bedrijf. En natuurlijk is dat soms een beetje oncomfortabel, dat je gewoon in één keer zomaar een wild vreemde gaat interviewen over zijn of haar werk. En dat je met best wel wat harde vragen, concrete vragen kunt gaan komen. En dan
Ja, dat hoort erbij. En ik denk dat juist door die interviews en die gesprekken te voeren, dat je er echt achter kunt gaan komen hoe dat je hun kunt gaan helpen om hun leven makkelijker te maken of een baan makkelijker te maken of iets in die trant. Zo moet een manier vinden om ze over die drempel te schoppen. Ga gewoon wel doen. Nou, het is natuurlijk wel zo dat wij met de jaren steeds meer zijn gaan kijken ook naar welk proces doorloopt een student nou uiteindelijk. Misschien moeten we daarin wat meer dan focus aanbrengen. Ook van in hoeverre ga je nou uit die comfortzone? Ja, zeker. Wat zou je dan moeten doen? Hè? Want ik zei, ik heb een andere vraag, maar die sluit je. Eigenlijk is Joris een vraag verkapt van mijn vraag. Maar wat moet je nou nog mee? Wat moeten wij nou nog meegeven? We zitten toch altijd nog met een eer en geweten dat we die studenten graag willen helpen. Jij bent al 7 jaar lekker buiten aan het spelen nu. Wat zou een student nou heel veel aan hebben? En ik weet dat we niet alles kunnen doen, maar echt heel veel aan hebben. Dan zeg ik, maar daar geven we echt even een extra, zetten we echt een spotje op of extra aandacht. Want dan heb je in de praktijk. Kun je gewoon sneller of beter of effectiever werken? Wat moeten we dan doen als we echt ergens op zouden moeten focussen? Is dat echt die comfortzone uittrappen of iets anders? Goeie vraag ook weer. Ik denk enerzijds echt die comfortzone uittrappen. En ik denk dat dat ook een hele mooie, volgens mij deden jullie dat wel heel erg goed. Hè? Dus ook door echt de praktijk aan te sluiten, zeg maar. Hè? Dus inderdaad bedrijven aan te sluiten die al echt kampen met problemen die echt broodnodig moeten worden opgelost. Hoognodig moeten worden opgelost. En je zou ook kunnen gaan kijken hoe dat je wat meer co-creatie kunt gaan stimuleren van bedrijven en studenten. Dus dat een bedrijf ook echt inderdaad kan zeggen van oké, weet je wat het is, hier heb je een x-aantal klanten van ons die je zou kunnen interviewen. Of die jullie kunnen gaan gebruiken voor jullie gebruikers testen. Zodat ook een leerling daarin, een student daarin zeg maar ook in wordt betrokken. En samen ook met zo'n klant of een opdrachtgever dit ook samen kan gaan ontwikkelen zeg maar. In plaats van dat je alleen maar in je eigen koepie blijft zitten en in je eigen aannames blijft hangen. Wat vaak wel gebeurt. Ja, dat is lekker veilig, hè? Ja zeker. En daar zit denk ik ook wel een hele leuke brug tussen volgens mij onderwijs en de praktijk. Hè? Dat je kunt gaan kijken hoe kun je gaan co-creëren. Hey, en heb jij ook het gevoel, en dat is een aanname van mij hoor. We proberen het altijd heel hard met studenten, zeg maar. We proberen echt de beste tools mee te geven, maar... Ja, eigenlijk merk je pas in de praktijk of als je vlieguren maakt, dan merk je dat zo'n brainstorm anders wordt. Heb jij dat ook ervaren? Je bent nu 7 jaar actief in de wereld, ook met creatieve teams. Ik denk maar eigenlijk door die ervaring verdwijnt zo'n pure brainstorm naar de achtergrond. En is die als het ware, wordt het onderdeel van een proces wat ik gewoon loop, bijna onbewust zeg maar. Is dat gewoon ervaring of heb je een andere gedachte daarover? Ik denk enerzijds natuurlijk een stukje ervaring, zeg maar. Hè, met elke keer word je gewoon een stukje beter en snap je het wat sneller en kun je gewoon wat sneller stapjes maken, zeg maar. Anderzijds is het denk ik ook wel jezelf dwingen om in een proces te gaan werken, zeg maar. In plaats van het een beetje vrijblijvend te houden van, we komen wel met een idee. Hè, dat je jezelf ook dwingt om een bepaald proces in te gaan, waardoor je ook gedwongen wordt om die inzichten op te doen en die inzichten te vertalen naar eventueel een oplossing toe. En dat vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi van het design sprinten. En echt een 5-daags proces. En dat is ook echt een proces met vaste opdrachten, met vaste tijden, met vaste oefeningen. Waardoor je altijd tot een eindresultaat komt, zeg maar. En door zo'n proces in te gaan, dwing je jezelf in principe om gewoon door heel die oncomfortabelheid te stappen, zeg maar. Daar helpt dan de structuur dus bij. Ja. Heel erg. Focus, ja. Elke opdrachten. Nou, ik zit wel te denken, want ik vind die co-creatie wel interessant. Hè? Want wij doen natuurlijk die Spin Awards met studenten. Dat is één van de projecten die we bij dit onderzoek heel erg in het achterhoofd hebben. En daar zeggen wij tegen studenten van, je mag vrij eigenlijk iets bedenken. Hè, wat je gewoon zo gaaf of interessant vindt. Ga op zoek naar een probleem, een uitdaging. Probeer ergens meerwaarde te creëren. Is eigenlijk vrij. Waar je ook zou kunnen zeggen van, we gaan ook op zoek, naast dat kun je dan doen. Maar je kunt ook tegen studenten zeggen van, we hebben hier 5 organisaties, die hebben best een uitdaging. En we zijn op zoek naar het vetste creatieve idee om dat op te lossen. Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat het meer in opdracht wordt en in een co-creatie. Ja, en ik denk dat in die co-creatie de waarde zit, zeg maar. En want uiteindelijk is het toch het draagvlak creëren voor een oplossing dat je hebt bedacht. Hè? En in plaats van het ene, je gaat één keer, je krijgt een intake met een opdrachtgever en je gaat aan de slag, hè. En vervolgens ga je het eindresultaat presenteren. En natuurlijk heb je een aantal toetsmomenten ertussen zitten. Maar wat gebeurt er op het moment dat je echt een opdrachtgever helemaal onderdompelt samen met die studenten in het probleem en in de oplossing die ze samen gaan creëren? Dan zit er volgens mij ook veel meer draagvlak vanuit beide kanten om ook te gaan kijken
hoe dat je dit verder kunt gaan ontwikkelen of wat meer diepgang te geven, zeg maar, dat het niet alleen maar blijft bij een leuk idee dat er ooit is bedacht. En dat is, ik denk dat dat dan een heel interessante stap zou kunnen zijn. Ja, dus even, ik ga er eens over nadenken. Ik zie ook wel andere kanten daar weer van, want zeker als je zegt van nou, doe mee, tegenwoordig heet het dan Dutch Creativity Awards, Spin ja. En ADCN zijn samengegaan. Tot nog toe, ik weet niet hoe dat nu gaat verlopen, is dat wel geweest van ja, creativiteit en originaliteit vinden we heel belangrijk. Terwijl als je een probleem van een opdrachtgever op het bord legt, dan kan soms de oplossing ook wel gewoon een heel klassieke bijna zijn die ook supergoed werkt. Hè? Dat dus hoe ga je dan beoordelen? Maar daar moeten we allemaal maar eens over nadenken. Goed. Hey, ik zit even te kijken. Heb jij nog dingen die je kwijt wil? Jood, dan denk ik, joh, hier wil ik nog eens over hebben. Zeg van nee, ik vind het wel genoeg zo. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Ik ben denk ik zelf ongeveer een kleine 2,5 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met design sprinting. En dat is uiteindelijk is het allemaal overgewijd vanuit Silicon Valley. Hè. Echt vanuit Google is het ooit een keertje opgezet. En het begint nu steeds meer zijn weg hier ook al te vinden. Ook steeds meer agencies, maar ook wel echt bedrijven die deze methodiek gebruiken om eigenlijk zo snel mogelijk in een soort van oplossingsmodus terecht te gaan komen, zeg maar. Hè. En wat je vaak ziet is dat heel veel ideeën soort van verzanden in politieke ellebogenstructuren, hè, waarbij je van echt heel moeilijk door keuzes komt. Iedereen heeft een beetje zijn zegje over allerlei zaken. En dat wil je eigenlijk een beetje zien te voorkomen. En daarom vind ik bijvoorbeeld zo'n design sprinting proces heel erg interessant. Hè, want je dwingt jezelf om gewoon samen met je team gewoon binnen 5 dagen tijd van helemaal niks naar een gevalideerd prototype te gaan, zeg maar. En ik ben wel eens benieuwd van, hoe zien jullie dit in relatie tot bijvoorbeeld het onderwijs, hè? Waarbij je dus inderdaad studenten heel vaak een opdracht geeft om gewoon dingetjes te bedenken. Hè? Hoe faciliteren jullie dit soort processen, methodieken voor jullie studenten? Want voor ons heeft het heel veel, voor de bedrijfswereld heeft het heel veel gedaan, zeg maar, hè? Ja, het is voor ons een spanningsveld, denk ik. Kijk, onderwijs is ook een beetje periodes van 7 weken. Hè? En in principe kun je in een van die weken zou je natuurlijk zoiets heel gaaf kunnen doen. Je hebt dan altijd wel ook, want die student die mist de context. Hè? Als je mensen uit een bedrijf, die snappen de context, kennen het bedrijf, kennen de markt, et cetera. Nou, die student die heeft werkelijk nog geen idee voordat hij eraan begint. Dus daar zou je dan bijvoorbeeld 1 week of 3 aan kunnen besteden. Dan zou je zo'n week kunnen hebben en dan de laatste 3 weken wordt de uitvoering. Dat zou precies passen binnen zo'n werkwijze. Maar dan denk ik eigenlijk, verdomd, dat is precies wat we al doen. Alleen, we hebben op dit moment over het algemeen nog niet 5 dagen waarin we dat doen. Maar we doen het bijvoorbeeld in 2 dagen en we noemen het Conceptic Days of dingen. Daar zitten heel veel elementen wel in. Waarbij ik me wel realiseer van, ja, weet je, daar is absoluut wel verbetering ook mogelijk. Ook om die structuur nog wat en misschien ook meerdere dagen te pakken. In de uitvoering is dat ook best wel soms wel lastig, want we hebben meerdere jaren tegelijkertijd en je moet als docent in dat jaar coachen in diezelfde weken. Dus je bent ook niet een hele week zeg maar, even dedicated op zo'n groep te zetten. Dat past op de een of andere manier, zoals we op dit moment in onderwijs werken, nog niet. Ja, maar ik geloof wel dat het heel erg werkt. Ja. Ik had toevallig net een groepje aan in een meeting. Die gaven ook aan, die hadden een concepting day gehad. Dat is ook zo'n dag waarbij we in die sprint zeg maar 4, 5, 6 vragen zo snel mogelijk proberen om meters te maken. Ik zei ja, dat werkt enorm. Ja. Nou, we doen natuurlijk FedEx Day. Heb jij trouwens een FedEx Day nog wel eens meegemaakt? Nee, ik heb nog nooit meegemaakt. Nou, we hebben natuurlijk eigenlijk al een jaar of 7 of 8 geleden de FedEx Days ontwikkeld. Dat zit eigenlijk al in van 6 tot 12 sprints, zeg maar, die we erin maken. Van een probleem naar een oplossing toe. Die doen we eigenlijk in allerlei vormen en maten. Dus we doen het wel. Maar wat Joris al schetst, ik denk als je de middelen, de mogelijkheden en de flexibiliteit hebt, ik denk dat er dan nog veel meer uit zou kunnen halen. Omdat je wel merkt, als die drukker is, ook studenten hebben dat ook wel nodig hebben, want anders krijg je vaak die afleiding, oh, is volgende week wel, of over 2 weken, nou, lalala, dat doe ik even niks. Je merkt als het druk opgevoed wordt, dat er dan wel gepresteerd wordt. Maar op een of andere wijze zit er ook een soort spanningsveld dat heel moeilijk is om in te regelen. Maar we doen het wel veel, maar ik denk voor de effectiviteit dat we het nog veel meer zouden kunnen doen, mits dat mogelijk zou kunnen zijn.
Ja, ja. Nou, studenten vinden het ook wel heel lastig om de samenhang tussen wat ze in de eerste 3 weken dan moeten doen, hè, om die context te begrijpen en dat moment zelf dan te zien. Dus kijk, als je dat goed begrijpt, dan ga je met een heel andere mindset ook die 3 weken in. Dan snap je waarom dat je dingen aan het doen bent. En mijn ervaring is wel, je kunt dat echt 5 keer uitleggen. En dan is 20% die het echt begrijpt en die gaat ook echt heel erg aan de slag. En de anderen die lopen mee, maar die begrijpen het eigenlijk nog niet echt. En dat kwartje bij onderwijs valt soms zo laat, hè. En dat is op zich helemaal niet erg, maar dat beperkt je wel aan dingen. Ja, die flexibiliteit in onderwijs is wel een dingetje, maar nou heb ik wel begrepen dat Fontys daar een speerpunt van heeft gemaakt, dus ik ben razend benieuwd. Voorlopig zien we nog niks qua verandering, maar... Ja, maar we kunnen het ook anders omdraaien. Ik bedoel, we hebben Jotam zien worstelen, zeg maar, en kijk eens wat er met die jongen geworden is, zeg maar. Het is gewoon goed terechtgekomen. Ja, dus ik denk dat wij veel meer moeten baseren, Joris, op het feit van, nou god, het doet af en toe een beetje pijn om die worsteling te zien, maar uiteindelijk in de praktijk ontwikkelt zich dan toch wel. Ik denk dat we daar maar aan vast moeten gaan houden dan, of niet? Ja, maar jij zegt dat wel van, ja, we hebben Jotam zien worstelen, ja, natuurlijk bij momenten. Maar het was vooral ook een student die ons ook wel dingen leerde. Dus daar hebben we ook wel weer ons voordeel mee kunnen doen. Omdat hij altijd ook wel kritisch keek. Het is niet voor niks dat je nou ook in deze hoek natuurlijk van het werkveld terechtgekomen bent. Ja. Je vond het toen al razend interessant om te innoveren. En je wees ons ook op dingen die daar wel of niet in werkten. En daar konden we soms wel en soms niet wat aan doen. Maar, Leuk dat je er ook eens op terugkijkt. Ja. Nou, misschien is dat ook wel een mooie manier dan om af te sluiten met een groot dubbele dankjewel. Dankjewel voor dat je ons wilde studeren en dankjewel dat je vandaag met ons wilde praten. Graag gedaan, hè? Ja, hartstikke bedankt. Ik heb wel weer interessante inzichten bij je. Het blijft toch elke keer weer dat ik denk van, nou, ik ben benieuwd, maar dan krijg ik toch weer mooi. Ik heb weer wat dingen opgeschreven, denk ik, oh ja, handig. Moeten wij ook weer eens even meenemen en analyseren hoe we dat kunnen gaan inrekenen. Dus hartstikke bedankt daarvoor, Jotam. Ja, super bedankt. Een leuk gesprek. Dankjewel. Oké, dan druk maar op die knop, Koen. Sluit de opname af. Die zal ik in ieder geval stoppen. Opname stoppen. Opname stoppen.